Welkom bij de 6.3 Luchtvervuiling Biocast. We kijken hier naar de concentratie van stikstofdioxide in Nederland. En je ziet waar die geconcentreerd is. En je ziet ook hoe die in de loop van de jaren toeneemt. Hier zien we een stukje van de koolstofkringloop. En daar hebben we bij 2.5 al eens naar gekeken. Dus als je dingen na wil kijken, daar kun je terecht bij 2.5. Onder invloed van de zon wordt koolstofdioxide uit de lucht vastgelegd in producenten. Natuurlijk vindt er bij die producenten ook verbranding plaats, dus een klein gedeelte gaat weer terug de lucht in. Maar een groot gedeelte wordt doorgegeven aan de consumenten. Nou ja, doorgegeven. Die planten of die dieren eten natuurlijk gewoon van die planten. En daardoor wordt die koolstof doorgegeven. Natuurlijk vindt bij die dieren verbranding plaats. Dus een gedeelte van die stoffen komt als koolstofdioxide weer in de lucht. Maar een groot gedeelte wordt afval met koolstof. Niet alleen van de consumenten, maar natuurlijk ook van de producenten. Dan zijn het de reducenten. En de reducenten, de schimmels en de bacteriën, die breken die koolstof af in CO2. En zo is een kringloop. En die zou oneindig zo door kunnen gaan. Maar zoals je gezien hebt, miljoenen jaren lang is er ook een gedeelte van die producenten vastgelegd in fossiele brandstof. En wat wij tegenwoordig doen, is die fossiele brandstof verbranden. En dat zorgt ervoor dat in een noodtempo CO2 vrijkomt in de atmosfeer. Een klein gedeelte wordt weer vastgelegd door de producenten. Maar het grootste gedeelte hoopt zich op. En dat betekent dat de kringloop verstoord is. Wat is nou zo erg aan die CO2? Het is een broeikasgas. En broeikasgassen zorgen ervoor dat de zonnestraling van de zon, die normaal gesproken terugkaatst zoals hier, dat er een groot gedeelte door die CO2 wordt teruggekaatst en die warmte wordt teruggekaatst naar de aarde. En de aarde wordt dus steeds warmer. Niet alleen CO2 doet dat, ook methaan, wat je zag bij de koe. En waterdamp zorgt ervoor dat warmte vastgehouden wordt. Het versterkt de broeikaseffect van de aarde. We zien hier de koe en de koe die poept. En in die poep zit natuurlijk ammoniak. Een gedeelte van de ammoniak gaat de bodem in, maar een groot gedeelte komt ook vrij in de atmosfeer en gaat naar boven. Vrachtwagens, personenwagens, scooters, huishoudens en fabrieken die verbranden allemaal fossiele brandstoffen en daar komt zwaveldioxide vrij en stikstofoxide. Dat komt vrij in de lucht en gaat ook naar boven toe. Dan is er waterdamp in de lucht en dat bij elkaar zorgt ervoor dat er zwavelzuur en salpeterzuur ontstaan. En aan het laatste zie je al dat het zuur is, dus er ontstaat zure regen en die zure regen komt op de bodem, zakt de bodem in. En dat zorgt ervoor dat de mineralen die in de bodem zitten uitspoelen en terechtkomen in het grondwater. En je ziet dan wel dat de bomen met hun wortels daar niet meer bij kunnen komen. Dus dat zorgt ervoor dat ook die kringloop verstoord is. Want je weet nog wel uit 6.2 dat planten alle mineralen nodig hebben. Fijnstof. Smog. Hier zie je een stad in Amerika waar boven zomers een hele dikke laag smog hangt. Dat fijnstof is natuurlijk ongezond. Dan is er ook een ozonlaag om de aarde. En die ozonlaag zorgt ervoor dat de straling van de zon wel een gedeelte doorgelaten wordt. Zoals je hier ziet, maar een gedeelte wordt ook teruggekaatst. En dat is maar goed ook, want ozon is, of ultraviolette straling die door de ozonlaag wordt tegengehouden, heeft best goede kanten. Maar als je er te veel van krijgt, kun je huidkanker krijgen. Nou, wat is die ozon nou? Die bestaat uit zuurstof. Normaal, zuurstof bestaat uit twee deeltjes zuurstof die gebonden zijn, O2. Maar onder invloed van de zon is er zo'n verbinding tussen die twee zuurstofdeeltjes en dat betekent dat er daar
boven in de lucht, heel hoog, een nieuwe binding gevormd wordt en er ontstaat O3, oftewel ozon. En dat zorgt er juist voor dat de ultraviolette straling wordt teruggekaatst. En hier zie je een gat in de ozonlaag boven Antarctica. Dat is ontstaan door CFK's, chloor-fluor-koolwaterstoffen. Tegenwoordig niet meer, maar vroeger zaten die in spuitbussen, in koelkasten en airconditioners. Tegenwoordig gebruiken we dat niet meer. Waarom is het gat dan nog niet dicht? Nou, het duurt namelijk een tijd voordat die gassen van helemaal op het aardoppervlak tot boven in de atmosfeer zijn gekomen. Wel 50 jaar. Dus zo lang duurt het voordat we goed herstel gaan zien. Dit was hem alweer, de 6.3 luchtvervuiling biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.